Yo mensen, ik ben Trioxo en welkom bij een nieuwe video. Ik ben super blij, het is weer een vlog, het is zo lang geleden. Maar we zijn in de Efteling. Ik ben niet alleen, ik ben met... Oh, je zit nog met je mondkapje bezig. Ja, helaas wel op anderhalve meter afstand. Dit is meer dan anderhalve meter. Ja, dit is eigenlijk wel meer inderdaad, maar ja, we zijn aan het wandelen. En als eerste attractie gaan we naar Vogelrok. Die heb ik zo hard gemist. Nou, waar ben je, Glenn? Ik zie je niet meer. Oh, daar. Dus wij gaan naar Vogelrok toe. Het wordt weer een vlog vanuit de Efteling. Superleuk. Oh kijk, het toiletplein hier al meteen. Oh, maar die is dicht. Nou, die is dicht inderdaad. Hopelijk gaat die open, want we hebben nu al wachtrijen gezien. Het is echt een ramp. Ik heb het niet op beeld staan, maar echt een ramp. Nou, we lopen dus. Hier staan hekken tussen, want aan de overkant is de uitgang natuurlijk. Vogelrok 5. Oh, hier heb ik zoveel zin in. Ah. Nou mensen, ik ga gewoon filmen tot in het station. Want daar zijn aanpassingen gebeurd natuurlijk. Hier ook al? Ja, hier ook wel een beetje. Nou, en het miauw. We zijn er bijna. We staan hier al rode kruisen op de trap. Hier ook rode lijn op de trap. Oh nee. Oh. Oh, dit heb ik gemist. Jezus, ook al die schermen ertussen. Oh. Ik wil er gewoon in. Glenn, je hebt gewoon Bexie toegewezen. Ja, fantastisch. Oh, en ik ben hier zo klaar voor. Echt zoveel zin ook. Maar de muziek ook gewoon, is fantastisch. Ons ritje in Vogelrok was geweldig. Wat heb ik die baan toch gemist. Bram, jij wijst ons de weg. Ja. Hier staan allemaal schermen, net als bij Vogelrok. Ik vind dat wel een hele mooie oplossing. Glenn, wat vind jij er eigenlijk van? En wij gaan nu, als je het al kan raden, een ritje in Carnaval Festival. Het blijft een mooie dark ride, mensen. We zijn er bijna. Het voelt goed om weer terug te zijn, kan ik je zeggen. We komen dus uit het Carnaval Festival en ik sta hier nu op het Anton Pieckplein, waar je op elke draaimolen toegewezen plaatsen hebt. En dat vind ik toch een beetje speciaal op een draaimolen, want normaal gezien mogen de kindjes altijd kiezen waar ze willen zitten, op een paardje of weet ik veel. Maar dat gaat helaas nu niet, nu zijn het toegewezen plaatsen. En wij lopen naar Droomvlucht, want die staat op 5 minuten en daar gaan we van profiteren. Toch Glenn? Ja, maar moet jij niet even een jurkje kopen? Wat kopen? Een nieuw jurkje. Nee, ik hoef geen jurkje, nee. Wat vind je eigenlijk al van de Efteling tot nu toe eigenlijk? Ik vind dat ze het heel goed hebben geregeld, met zeker met de mensenstroming en alle wachtrijen. Je kan echt goed zien dat ze daar echt wel rekening mee houden. Ze hebben echt, ze hebben echt rekening gehouden met de regels van het RIVM. Ja, klopt. Klopt, daar ben ik volledig mee akkoord. Ook online heb ik het allemaal gevolgd en ik vind toch wel dat Efteling echt het meeste heeft gedaan van wat ik tot nu toe heb gezien qua maatregelen nemen in verband met het COVID-19 virus. Maar genoeg gepraat nu, wij gaan door naar Droomvlucht. Villa Volta en Droomvlucht via de Ravelijningang. Dat vind ik opmerkelijk, dat vind ik grappig. Maar het hoort erbij. We staan hier nu echt in een hele lange rij. Maar ja, ik ben echt benieuwd hoe wij nu tot bij Droomvlucht daar gaan geraken. We moeten hier dus een lijn volgen. Die helemaal zo daar naar een poort gaat, denk ik. Geen idee, we zien het daar wel. Nee, een poort, zei ik. Niet naar boven. Maar er zijn ook momentjes dat je naar boven moest gaan wachten, hè? Oh ja, dat is waar, ja. Ja, inderdaad, dat had ik gezien. Maar dat is gelukkig vandaag niet het geval. Het is niet te druk, inderdaad. Daar ben ik heel blij mee. Daar had ik toch een beetje schrik voor dat het druk zou zijn. Oh ja, nou, het is heel donker daarnet.
Ik ben het vloggen ook gewoon niet eens meer gewoon, mensen. Ik ben... To be honest, ik ben echt niet meer gewoon dit. Oeh, er vliegt een vogel net in die boom. Waar zijn we nu weer beland? Dit is zo gaaf. Ja, voor wie degene dat in mijn gezicht heeft gezien. Dat is echt heel gaaf dit. Oh, en dan komen we daar tweede rond. Bram, wijs ons de weg. Oh, oh Jezus Christus. Meen je niet? Bij carnaval ook heel die zigzagrij. Hier ook. Wauw. Nou, ze zijn voorzien op drukke dagen hoor. Mensen, kijk dan. Wauw. Op het dak, op die dakpunten. Ik denk gewoon dat die verlichting nieuw is. Nou, misschien weten jullie dat. Laat het even weten in de comments. Zijn ze nieuw, ja of nee? De rode lampjes op de daktoppen in Droomvlucht. Na Droomvlucht zijn we maar een ritje Villa Volta gaan meepakken. Of we gaan die nog meepakken. En we staan hier in de rij. De rij achter het huis van Villa Volta. Ja, dan zie je dat ook eens. Vind ik heel speciaal, maar ja, het is zo. Eigenlijk loop je gewoon zo rond, daar stop je dan en dan word je daar, of ja, eigenlijk hier gegroepeerd en moet je daar in vakjes gaan staan in de eigenlijke wachtrij, zeg maar. En na een tijdje gaat de deur open en dan kan je naar binnen gaan in de voorshow, waar normaal gezien wederom vakken staan. We zijn geplaatst op vakje nummer 3. Ze werken hier met vakjes dus, daar staat 2, 1. Glenn, jij staat op 4. Ja. Jij doet je mondkapje weer aan? Ja, voor binnen, want dat is misschien nog even hier. Is die mooi? Ja, perfect. De vaste looproute in de wachtrij van Symbolica is dus een beetje veranderd. En de fontein is terug een fontein aan het voorpleintje van Symbolica. Ze hadden dat in de Winter Efteling veranderd naar een plantenbak, maar het is weer een fontein. Dus ja, wij gaan nu in Symbolica. Anders zouden we niet in deze rij staan natuurlijk. En daar heb ik heel veel zin in. Ze hebben ook daar, van die twee wachthokken daar, hebben ze echt al die schermen weer gedaan. Zoals bij Vogelhok en Carnaval Festival en Droomvlucht, zeg maar. Dus daar gaan we nu weer mogen instaan. Ja, ik vind het wel eens leuk om zo langs hier te kunnen lopen. Dat heb ik nog nooit gedaan eigenlijk. Ik ging altijd meteen de bocht om en de trap op daar. En ook bij Symbolica vinden we weer nummertjes terug. Glenn staat bij 5. Wij bij 4. En het is bijna aan ons. Ik sta hier beneden en Glenn staat daar boven. Hoi. Ja, we zijn nu aan het wachten voor Symbolica. Natuurlijk. En ze hebben op beide trappen zo van die aanduidingen gedaan. Dus ja, ik ben benieuwd. Het is lang geleden. Come on.
van alle magie. Zoals je dus ziet, de fontein is back. De plantenbak is gone hier bij Symbolica. Was trouwens een hele leuke rit. Het is weer eindelijk zover, mensen. Een broodje Unox voor mij. Ja, daar heb ik naar uitgekeken hoor. Dat heb ik toch wel gemist. Lekker met spek en kaas. Nou, Fabula en Spookslot gaan we beide niet doen. Slaan we over. Ik vind het ook geen goede attracties. Maar we gaan eens kijken bij... Fata Morgana. Nee. Maxi Maurits? Ja. Ja, ook trouwens voor de mensen uit vloggen, is lang geleden, dus als het niet meer zo goed als vroeger is, ja. Dan is het verleerd. Dan ben ik het verleerd inderdaad. Nou, zo weer zo'n plein. En wij gaan nu dus kijken bij Max und Moritz. Kijk eens aan, Max und Moritz. Oh, ziet er heel erg leuk uit, moet ik toegeven. Vorige keer dat ik hier was, stonden er nog allemaal hekken voor, natuurlijk. Geen toegang, nou, dat begrijp ik. Wauw, en ze hebben dus een single rider. En een gewoon entree. Nou mensen, als ik gekke dingen zeg nu over Max en Moritz, komt omdat ik nog geen enkele making-of heb gezien. Ik heb ze nog niet bekeken, die moet ik nog bekijken. En ook in deze wachtrij zien we weer schermen in de verte. Tja, superleuk. Max en Moritz. Nou, bedankt om in mijn shot te lopen, Tim. Hallo vrouw. Oh, die wind. Oh, die fucking wind. Ja, die loodsmensen, dat is niet zo fijn. Heel jammer dat ze dat niet afgewerkt hebben met rotsen. Maar dat kost natuurlijk ook heel veel geld, echt een heleboel geld. Dus er is ook wel een logische keuze natuurlijk. Dit is dus de uitgang van Max en Moritz. En hiernaast vinden we Oompje Gijs of zoiets terug. Ik heb geen idee wat de naam van die ding is. Hallo. Hallo vrouw. Hallo vrouw. Hallo vrouw. Oké, vrouw. En hier wordt er heel druk gewerkt aan een nieuw terras voor dat nieuwe kiprestaurant. En echt mensen, het Steenboksplein, of beter gezegd Max en Moritzplein tegenwoordig, is echt helemaal veranderd. Sorry voor de wind die hier hangt. Het is best een sterke wind. Ze zullen me niet altijd even goed verstaan of de microfoon de wind oppakt. Ja, daar kan ik niet zoveel aan doen. Maar ik vind het echt mooi geworden. Het heeft nog een klein beetje afwerking nodig, zeker aan deze kant. Maar daarbuiten vind ik het echt heel mooi geworden. Ik vind het leuk, ja. Ik vind het leuk. Ik dacht van dat het minder mooi zou zijn. Maar nu ik er sta, vind ik het toch wel heel erg mooi. Haha, daar zijn we weer. In het Oosterse Rijk van Fata Morgana. Wat een mooi plein is dit toch. En het is misschien wel leuk om weer eens een update te geven. Bram, wat vind jij tot nu van het dagje? Leuk. Ja. Inderdaad, zeer leuk hier, Fata Morgana toiletten. Ja, wij gaan gewoon naar Fata Morgana, niet naar de toiletten. Oh, wat een ellende weer. Weer al, overal zo van die grote schermen tussen. Dat is heel goed geregeld wel, maar het nadeel is dat die ook alles moet omlopen. Echt overal. En dat is iets minder, dat ben ik niet gewend. Nee, ik denk wel dat ik tegen het einde van de avond echt helemaal back af zal zijn. Maar wij gaan nu zien Fata Morgana.
Van Sint-Roodse We verlaten het Fata Morganaplein en lopen weer naar het Max en Moritzplein toe. En wij gaan nu in Baron. En daar ben ik toch wel benieuwd naar, want het wordt voor mij de eerste heftige achtbaan na zo lang. Eindelijk weer eens die adrenaline voelen en zo. Dus ik neem jullie nu mee naar Baron. En trouwens hier moeten ze echt nog wel wat gaan beplanten of bomen laten groeien. Want het ziet er nu nog niet uit, maar ja, dat is wel te begrijpen natuurlijk. Er ligt wel een heel lief schattig eendje. Hoi. Nou, wij gaan naar Baron. Oh ja, handen ontsmetten. Laat het even zien, Glenn. Handen ontsmetten. Nou, je pakt een beetje desinfectant. Ja. Je begint het met smeren tussen je handen. Ja. Dan ga je met je vingers door je handen heen een paar keer. Nou, goed. Dan ga je over je handen heen en dan trek je een paar keer aan zo. En dat doe je ook zo, bij de hand. Zo, je hebt ervaring. En dan ga je met je nagels over je palm heen. Oh, wow, wow, full package. Aan beide kanten. En dan ga je ook nog eens over je handen, over je hand achterkant ga je ook nog eens heen. En dan zijn je handen gedesinfecteerd. Ja, nou, toekomstig medewerker van Efteling, je kan het goed uitleggen in elk geval. Dankjewel. Nou, omdat hij op nul staat, nemen we hem even mee op de weg naar Baron toe. Piranha, en dat is heel lang geleden voor mij. Echt heel lang, ik denk zelfs meer dan een jaar. Omdat elke keer ik naar de Efteling kwam, ik nooit in Piranha ging. Bram, ja, de laatste keer was toen in mei, weet je nog, was ook met jou. Maar meestal zegt Niels, mijn haar. Mijn haar, oh my god. De summermix staat hier al op. Ja, dat is mooi. Leuk om te horen natuurlijk. Brengt ons al helemaal in de sfeer. Hey, ja. Nou mensen, ik ga zo nat worden. Ik ben nooit zo nat geweest, denk ik. Oh, jullie zien me niet meer. We komen net uit de Piranha en het eindresultaat. Ja, ik ben gewoon niet nat geworden. Glenn, jij bent wel een beetje nat geworden, hè? Nou ja, jij staat nu niet in beeld. Heel nat geworden, zegt hij. En wij gaan nu echt daadwerkelijk door naar Baron. Maar we maakten nog een kleine stop aan het nieuwe toilettenblok. Ja, dat zien jullie niet. Maar ja, die extra toiletten die ze erbij hebben gezet. Dus ja, ik zie jullie bij Baron. Net gemist. Nou, dit wordt een blooper, ongetwijfeld. Yes, van iets dichterbij. Er zit één iemand in. Oh, sorry, dit is niet zo professioneel. Maar ik was aan het lopen. Nou, en daar komt de andere trek. Maar ja, mensen, volgende week ben ik hier weer. Voor preview te doen hiervan, abonneehouders preview. Oh, het ziet er heel leuk uit. Wij gaan weer een ritje maken in Vogelrok. Oh, zoveel zin. En ik ga bijna het 100ste ritje halen. Bijna. Nou, hehe, daar zijn we weer. En ik kom net uit Vogelrok. En raad eens, ik heb 100 ritjes in Vogelrok gemaakt van 2020, van het jaar tot 2020. Dat is best wel een mijlpaal, vind ik toch. Vind het heel leuk. En nu ga ik in de pagode. Hoi Bram. Hoi. Maar ja, het dagje loopt een beetje aan zijn einde. We zitten nu in het laatste uur en ik ga proberen, ik weet dat ik het vaak zeg in vlogs, maar deze keer ga ik het echt proberen om een soort van recap review te geven op het einde van de dag. Hopelijk zien jullie die en anders, ja, anders ben ik weer lui geweest. Ja,
ingang. Nou, wij gaan in de slakjes. Woe! En deze hele entree is gewoon verplaatst. Er staat gelukkig geen rij voor. Maar wij gaan in de slakjes. We zitten in slakjes. Eeuw. Jij bent vies. Waarom ben ik vies? Nee, grapje. We zitten dus in de slakken. Sorry voor de flauwekul, maar ja, dat is drie ook zo. Dat zijn jullie normaal gezien wel al gewend van mij. Bram! Bram! Zwaai! Heel enthousiast. Ja. Ja. Hier ziet u een wilde Bram. Een wilde Bram? Daar ziet u een wilde Bram en nog iemand. Een wilde Bram en nog iemand, ja. Natuurlijk wel. Ja. Slakjes van de rail. In de Efteling. In de Efteling. Hier zit u een kindertuin. Met hele gevaarlijke dieren. Ja, kinderen, heel gevaarlijk. Kinderen, dieren, dieren. Jullie hadden het niet verwacht, maar hier ben ik toch met een mooi slot voor deze vlog. En ja, wat vind ik van de Efteling in deze coronatijd voor het eerst? Ik vond het heel goed meevallen. De wachtrijen vielen goed mee. Nu, moet ik er wel aan toevoegen dat we niet overal gewacht hebben. En bij een aantal attracties, vooral in Ruigrijk, waar de capaciteit veel minder is bij de achtbanen, via de minder valide ingang geweest zijn. Dat hebben we wel gedaan. Maar daarbuiten viel het heel goed mee, vind ik. Heel veel rijen, zoals Symbolica bijvoorbeeld, schoven heel snel door. Toch, Glenn? Ja. Ja, inderdaad. En ik vond het echt een geslaagd dagje. De Efteling heeft het heel mooi opgelost. Heeft heel veel maatregels. Je ziet overal markeringen, borden, aanduidingen, de desinfectiepunten. Ja, ik vind het helemaal goed. Ik vond het echt prima om zo'n dagje te doen. En als het op deze manier kan, is dat voor mij helemaal fijn. Glenn, wat vind jij? Ja, ik vind het nou, goed wel. Maar nu we hier naar de uitgang lopen, houden mensen toch geen 1,5 meter. Ja, en ook dat bij is waar. Het uitstappen bij de meeste attracties, dan wordt dat niet gestagen, dan maar iedereen één keer. Waardoor toch mensen bij elkaar komen. Als de Efteling dan nog kan oplossen op een bepaalde manier. Dan zijn ze volledig. Dan zijn ze volledig gedaan naar boven. Bijvoorbeeld hier weer een desinfectiepunt. Ja, we hebben onze handen net gedesinfecteerd. We zijn weer geëindigd met vogelrok vandaag natuurlijk. Kon niet anders. Maar ik vond het dus een heel geslaagd dagje. Glenn, jij waarschijnlijk ook. Dat was heel leuk, dankjewel dag Mim. Ja, graag gedaan. Dus dames en heren, doe een like op deze video. Abonneer mag ook altijd, daar zijn we super blij mee maken. En dan zie ik jullie bij een volgende video terug. En die volgende video, die wordt morgen al opgenomen. Want morgen gaan we naar... Walibi Holland. Walibi Holland. Samen met Douwe. Dus kijk zeker ook die vlog. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is dat ik jullie bij een volgende video terug zie. Tot dan!